En bijkans 240 verpleegkundigen hebben afgelopen zaterdag een bereidverklaring ontvangen van het ministerie van RGB. Dit is de eerste groep die zal wonen in het zusterproject De Jachtlust in het district Kommewijnen. De uitreiking vond plaats in het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het was voor de verpleegkundigen dubbel feest. Ze ontvingen hun bereidverklaring en hebben de dag der verpleging gevierd. Volgens NDP-parlementariër Sylvana Afonsua, die tevens trekker is van het project, is er langer dan een jaar hieraan gewerkt. Het was een lang werk. Niet makkelijk, maar we hebben eruit geleerd. Vanmorgen heb ik ook aan mijn team gezegd, door doorzetten en geloof hebben in jezelf, lukt het wel. We hebben zoveel als mogelijk geprobeerd om met de ziekenhuizen samen te werken, zodat de administratie en de registratie via de ziekenhuizen ging, om te voorkomen dat iemand zich aanmeldt bij Afonsua en vanwege het feit dat ik samen met je heb gestudeerd of samen met je heb gewerkt in een instelling, in aanmerking komt voor een stukje kavel. Nee, we hebben de medewerking gehad van de verschillende instellingen. Ze hebben de mensen vorig jaar geregistreerd. En uit de registratie hebben we een lijst gehad. Ik wil de dames die later, na een paar maanden, als tussenpersoon hebben gefunctioneerd in de ziekenhuizen, de dames en de heren. Ik wil ze vragen om naar voren te komen, zodat ik ze voorstel aan de anderen. Omdat we uiteindelijk geen kantoor hadden. Afonsua is blij dat het nu zo ver is, omdat vele verpleegkundigen in het verleden voor de gek zijn gehouden door verkavelaars. Hierdoor waren ze bang hun geld zomaar uit te geven of mee te doen met een of andere verkavelingsproject, zegt Afonsua. De parlementariër benadrukte dat de verpleegkundigen zorgvuldig moeten omgaan met hun perceel. We hebben vandaag een stuk perceel. Het is voor u en u kunt het weer laten voor uw kinderen. We hebben zoveel als mogelijk geprobeerd om geen 200 vierkante meter uit te geven, maar vanaf 325 vierkante meter, u kunt niet zeggen dat u geen moestuin kunt aanleggen. Zo vruchtbaar is Kommewijnen wel toch deze kali. We hebben geprobeerd om, om het onder een stichting te brengen, niet om praktijken mee te gaan doen die niet door de bugel kunnen, maar alleen omdat we ongestructureerd een plan hebben en we het willen uitzetten zoals we willen, dat onze verpleegkundigen gewoon in een community moeten kunnen wonen, waar hun kinderen moeten kunnen spelen terwijl ze de middagdienst, de nachtdienst hebben. Uno charen we die geldschieter, want zomaar door Gwani. Maken jullie er goed gebruik van? En we denken dat we als voorbeeld moeten kunnen functioneren voor de andere korpsen en dat ze dan als eenheid kunnen optrekken om hun doelen te bereiken. Sylvana Afonsua, NDP-parlementariër, verpleegkundige en trekker van het zusterproject De Jachtlust. Zij sprak zaterdag in het AZP-auditorium tijdens de overhandigingsceremonie, gedurende welk 240 verpleegkundigen een bereidverklaring hebben ontvangen.